André Hazes heeft onthuld dat zijn eigen naam als artiestennaam in gevaar zou kunnen komen als zijn moeder Rachel Hazes besluit daarop aanstalten te maken. Dit opvallende detail werd onthuld tijdens zijn verschijning in de Belgische talkshow De Tafel van Gert, gehost door Gert Verhulst. "Zelfs als mijn moeder boos zou worden, zou ik gedwongen kunnen worden mijn artiestennaam te wijzigen, hoewel het mijn eigen naam is. Zo strikt zijn de regels", vertelde de 30-jarige zanger. André benadrukte tevens dat zijn moeder aanzienlijke inkomsten genereert met de Hazes merknaam. Hoewel ik niet in haar portemonnee kan kijken, vermoed ik dat er geen medelijden met haar nodig is. Nee. Tijdens het gesprek wierp André ook kort een blik op de lopende erfeniskwestie tussen zijn zus Roxane Hazes en zijn moeder. In Nederland is dit een behoorlijk gecompliceerde situatie. Het is momenteel een juridisch geschil tussen mijn moeder en mijn zus. In september vorig jaar kwam naar buiten dat Roxane een bodemprocedure zou starten tegen haar moeder. Dit vanwege vermeende ontrechte inkomsten die zij zou hebben ontvangen als erfgenaam van haar overleden partner. André Hazes senior volgens het testament van de in 2004 overleden volkszanger is Rachel geen wettelijke erfgenaam en zou zij dus geen aanspraak kunnen maken op zijn inkomsten. Desondanks heeft de rechter besloten dat Rachel voorlopig als erfgenaam mag worden beschouwd, omdat Roxane te laat een kort geding over de zaak had aangespannen. De zaak zal uiteindelijk in een bodemprocedure worden behandeld, zo oordeelde de rechter.